In het huiswerk zit deze som, som 10, op bladzijde, even tellen hoor, het zal 14 of zo zijn, 15. Ja, wat hier lastig aan is, is denk ik niet zozeer het loodrecht en het evenwijdig tekenen. Want volgens mij kunnen jullie dat wel. Of ja, lukt dat wel een beetje, zeker naar de filmpjes. Maar wat hier lastig aan is, is wat bedoelen ze hier precies? Nou, A heb ik kort in de les gedaan. B, C in een apart velletje, dus jullie hadden misschien niet door dat het deze vraag was. B, C en D doe ik na A. Dus het is één filmpje, dus je kunt even verder, ja, hoe noem je dat, scrollen, spoelen naar... welke je wilt zien. Nou, wat staat hier eigenlijk? Teken door lijn P. Dit is lijn P. De lijn M, die loodrecht staat op lijn L. Nou, dan gaan we dat doen. Dan pak je je geodriehoek. En denk ook na over, wat willen ze precies? Nou, ze willen evenwijdig. Nou, evenwijdig of loodrecht. En dit zoiets is loodrecht. Dus je gaat door P... De lijn M tekenen, maar die moet loodrecht op L. Daar gaan we. Draai je geo zo, dat de nullijn op de lijn ligt die er al staat. Het makkelijkste is je blaadje te draaien. Dan teken je namelijk horizontaal. Dat is echt veel gemakkelijker. Nou, nu heb ik hier P. Kijk. En je legt dus de nullijn op de lijn die er al staat. Dan ga je schuiven. Ik let goed op. Nu zie je bij mij gebeuren dat hij omhoog gaat. Soms zie je ook het staartje omhoog gaan. Kijk, als je er bent aangekomen... Ook of echt het staartje ook nog op de lijn ligt. En dan kun je hem tekenen. Nou, dan haal je hem weg. Je zet het tekentje erbij. En dan iets wat ik vaak vergeet. De M. Want het is lijn M. Zo. Het lijkt net een N, hè? Ik zal hier een stukje aantekenen. Zo. Een kleine letter, want bij lijnen doen we kleine letters. Dan gaan we naar P. En wat ik nu doe, ik ga het niet allemaal hetzelfde plaatje tekenen. Was mijn plan, maar je moet hier ook weer, je moet bij D moet ik wel terug, denk ik. Maar dat maakt niet uit, dan los ik zo meteen op. Nou, teken door P de lijn evenwijdig. En evenwijdig, dat is evenwijd. En dan gebruik je de hulplijntjes op je geodriehoek. Kijk, zo. Even kijken. Je legt je lijn, je tekenlijn tegen de lijn die er staat... En dat gaat met jullie echte geo's veel makkelijker dan die van mij in het filmpje. Ik krijg het niet echt helemaal goed, zien jullie wel. Nou, ik neem het voor lief. Jullie moeten zorgen dat die echt goed ligt, maar ik krijg dat hier niet goed voor elkaar. Nou, dan ga ik schuiven en iedere keer leg ik de hulplijnen die ik tegenkom op de lijn die er al staat. En dan schuif ik door naar P. En nu verschuift hij een beetje, maar goed. Met je andere oog, met je andere hand... Hou je je geodriehoek vast en dan teken je. Nou, hij is op het randje, want hij is niet echt evenwijdig, zie je wel. Maar ik krijg mijn geo met dit computerbestand, niet, of hoe heet dat, computerapp of dit programmaatje, niet echt helemaal goed. Zien jullie dat? Ik krijg hem gewoon niet goed gedraaid. Maar hij moet eigenlijk helemaal precies zijn. En als ik hem helemaal precies heb, ga ik nog een keer proberen, misschien dat het nu beter gaat. Ja, nou is die beter. En je ziet dat die niet helemaal netjes er doorheen gaat. Hoe los je dat nu op? Door hulplijntjes te gebruiken die tussen de hulplijnen staan, zeg maar, die kleine streepjes. Dus dat je, zeg maar, zoiets schuift. Net een streepje onder de 3. Nou, beter krijg ik het met dit programma niet, vrees ik. Dus ik neem het maar voor lief dat het zo gaat. Dan teken je van dit soort pijltjes, van evenwijdig erbij. En denk aan de letter. Het is lijn N. Kleine letter. Nu zeggen ze, teken door R de loodlijn P op L. Ja, en dit is lijn L. En R moet een loodlijn zijn. En nu denk je misschien, ja, hoe moet dat nu? Nou, vanuit P een loodlijn was zo even geschetst. Dan heb je hier een punt, is die zo. Dan heb je hier een punt, is die zo. Maar nu ligt het punt echt erop. En het grappige is dan, tenminste, ik vond het heel grappig aan deze vraag. Mooi ook aan die vraag. Is dat je legt weer gewoon. Als je dan gewoon het stappenplan volgt. Kom je er toch aan uit. Want je legt de nullijn op de lijn die staat. En je schuift tot je R tegenkomt. Pak altijd langs een stuk. En nu zie je ook. Als ik hem andersom had getekend. Maar een klein stukje onder mijn geo. Dan had ik niet gezien dat hij niet helemaal goed ligt. Ik heb jullie al verteld.
Je moet echt zorgen dat deze lijn precies op de nullijn ligt. Dat die, ik weet nu al, dat krijg ik verder niet voor elkaar. Want dit programma, ja, dan gaat die weer te ver door waarschijnlijk. Ik ga het nog even proberen. Nou ja. En dat teken je langs je tekenlijn. En nu heb je een loodlijn door R op lijn L. En die noemen we P. Nu is de laatste stap. Teken door Q, de lijn Q. En nu zie je ook hoe belangrijk het is, grote letters en kleine letters. Zodat Q evenwijdig is met L. Ik dacht dat we aan een andere lijn moesten tekenen, maar dat was niet. Dus dan kan ik gewoon het volgende plaatje pakken. Zo. Teken door Q, de lijn Q. En hij moet evenwijdig zijn. Dus dan ga je even denken, oké, hij moet zoiets lopen. Gewoon zo door, zoiets zal die zijn. Nou, nu kun je... Het verwarrende is dat jullie gewend zijn zo je geodriehoek te leggen. Ja, maar dan... Pak je niet de lijn mee op je hulplijnen. Wat hier echt helpt, is je blaadje draaien. Niet alleen horizontaal, maar ook gewoon even op zijn kop leggen. Kijk zo. Dan pak je je geodriehoek. En dan is het toch ineens een stuk makkelijker. Kijk maar. Oh ja, hij wiebelt. Ik krijg hem niet, oh, ik krijg hem niet goed. Zo. En dan ga je schuiven, leg je de hulplijn weer erop, weer een hulplijn erop. En we zijn er al. Kijk. Oh, nog even lijn tekenen. Oh, dat was niet mijn bedoeling. Nou ja, stift is ook een pen. Nou, jullie mogen het niet doen hoor, zo'n dikke vette streep. Je moest het even met pen doen eigenlijk, maar ja. Zo, met mijn pennetje. En de teken van evenwijdig erbij. En teken door Q, de lijn Q, dus er moet een bij. Even kijken terug of ik alles goed gedaan heb. Teken door R, de loodlijn P op L. Het is een loodlijn, hij is door R en er staat zo'n hoekje in. Je kunt eventueel met dit hoekje van je geo nameten, naleggen. Teken door P, de lijn N, staat een kleine letter bij. Ik heb aan de tekens gedacht. En bij deze, kleine letter erbij. Aan tekens gedacht door P en op L. Dat was het. En dit is dus som 10.